Wanneer kwam Sparta bij jou met de mededeling? We willen je een contract aanbieden. Toen ik bij het Nederlands elftal was, werd ik gebeld door mijn zaakwaarnemer en dat Sparta een aanbieding had gedaan. Toen ik in Armenië was, 2 weken geleden ongeveer, denk ik, dat het was. En toen was dus je eerste trip als jeugdinternational en dan werd het nog mooier op die manier. Ja, klopt. Dat was zeker de kers op de taart. Ja. Want het ging hartstikke goed. En toen kreeg ik ook nog dat nieuws. Dus heb je een heerlijk gevoel, ja. En als je dan in de afgelopen 4 maanden kijkt, je bent vaste basisspeler bij Jong Sparta geworden. Je zit af en toe op de bank bij het eerste elftal, Jeugd International, een nieuw contract. Zijn er nog doelstellingen die je nog niet hebt gehaald dit seizoen? Mijn debuut maken, dat zou wel het allermooiste zijn nog, denk ik. Maar dit had ik vooraf niet durven dromen dat het zo zou gaan dit seizoen. Dus ik ben met dit al heel erg tevreden. Maar dat is nog wel mijn laatste stap die ik dit seizoen wil maken. Je speelt nu voor het 6e jaar in de Sparta, in het Sparta-shirt. Nog niet iedereen zal precies weten wat voor speler jij bent. Dus wie is Levi Bouwensen? Ik ben nu dit seizoen een centraal verdediger geworden. Die sterk is aan de bal. Die niet zo bang wordt als er een spits hard op me af komt rennen. Sterk is in mijn duels, sterk is in de lucht. En dat was het wel, denk ik. En wat zijn nu nog de doelen naast je debuut maken in het eerste elftal die je hebt gesteld voor niet alleen dit seizoen, maar ook de 2 contractjaren die je hierna nog bij Sparta speelt? Ja, ik hoop gewoon samen met Sparta een hele mooie tijd tegemoet te gaan. Ik hoop begin volgend jaar hoop ik ergens bij het eerste aan te mogen sluiten. En dan hoop ik vanaf daar dat ik gewoon mijn kans ga grijpen en dat ik bij het eerste mag blijven. En ik hoop dat we terug gaan naar de Eredivisie. Dat zou het mooiste zijn, maar ik weet nog niet wat mijn invloed daarop is dit seizoen. Maar je hebt dus nu 5 jaar al eerder bij Sparta gespeeld. Hoe was die tijd in de opleiding? Een beetje ups en downs. Het was in het begin, ik begon heel lekker eigenlijk. Het eerste seizoen in onder 14, heel lang geleden. Daarna heb ik 3, 4 jaar... Had gewoon middelmatig jaar gehad, niet heel bijzonder, maar ook niet heel slecht of zo. En sinds een jaar denk ik gaat het er erg goed. Ben ik vervroegd doorgeschoven naar jong al. En sinds dit seizoen ook doorgeschoven dan naar jong. En nu zit er wel weer een aardige stijgende lijn in.